Weet je wat ik raar vond? Nee, Chris. Je hebt een normaal woordenboek, maar geen poepwoordenboek. Dus ik heb er zelf in geschreven. Ik noem het 50 tinten bruin. Even een plaatje op zoek van mijn grootste drol. Nou, ik had Chris voor het eerst ontmoet. En toen zat hij alleen maar over kak te praten. Van die vieze grappen. En dan had hij ook nog zo'n boek bij zich. Ik heb hem gevonden. Ik ga nou een mop vertellen aan deze negertjes. Ook een story. Ik ga nou een mop vertellen aan deze man hier. Ja, ik zei per ongeluk negertjes. Maar dat mag natuurlijk helemaal niet. Wat krijg je zijn poep om eruit? Weet jullie hem? Weet jullie hem niet? Vieze handen. Ik had niet verwacht dat ze hem zo leuk zouden vinden. Want we zagen helemaal geen raid aan. Snap je, raid? Fijn dat jullie allemaal aanwezig zijn. Ik heb een mop voor jullie. Wat is de vertaling van kont in het Chinees? Weet jullie niet? Wang, snee, wang. Ja, en zo stonden we dus. Stonden in een groep. En toen liet iemand een grote scheet. En we weten dus nog steeds niet wie het was. Dat was Heder, dat was ik niet. Op mijn toverwoord, ik was het niet. Wat ze niet weten is, ik was het. Stiekem was ik het gewoon. Hij vloepte er zo uit. Hey, jullie gaan hem op vertellen. Wat is poep naast de pot? Een drukfout. Goed plan, toch?